Ik blijf wel wat op mijn honger zitten, op het sociale. Hij heeft het wel vernoemd, hij zegt dat het belangrijk is. Maar we zijn al 3 jaar aan het wachten voor het einde van de sociale dumping, voor echte garantie van sociale rechten in Europese wetgeving. En voor mij en voor de hele socialistische fractie is dat in het Europese parlement het essentiële. Als dat niet gerealiseerd wordt, dan valt de balans toch negatief uit.